Je luistert naar de podcast Bloedband van de Nederlandse Vereniging van Hemofiliepatiënten. In deze reeks interviews komen de verhalen van patiënten, jong en oud, met verschillende stollingstoornissen aan bod. Ingrijpende, maar ook mooie verhalen. Maar ook gaan we in gesprek met behandelaren en andere belangrijke spelers binnen het hemofilielandschap. Ik ben Annabel Notenboom, communicatiemedewerker van de NVAP, en ik wens je veel luisterplezier tijdens deze tweede aflevering, waarin ik in gesprek ga met Henk Koetsveld. Henk schreef een boek in het kader van het 50-jarig jubileum van de vereniging. Het verhaal beslaat 6 generaties en beschrijft op welke manier de medische ontwikkeling binnen hemofilieland van invloed was en is op het persoonlijk leven en het leven van gezinnen en families. Welkom Henk, jij hebt het jubileumboek voor de 50-jarige jubileum van de vereniging geschreven. Alle leden krijgen het boek op de mat op Wereldhemofiliedag, of in ieder geval rond die tijd. Kan jij vertellen hoe het idee voor het boek is ontstaan? Ja, het idee is ontstaan 1,5 jaar geleden ongeveer, toen wij met een interne familieetentje, waar we het altijd wel eens ook over hemofilie hebben, want dat komt in mijn familie voor, vertelde mijn zus die bij de Van Krevel kliniek was, dat ze aan jonge ouders had verteld hoe het met haar broers ging. Want ze waren benieuwd, ze kende hemofilie niet en ze waren benieuwd hoe dat nou eigenlijk verliep. En toen vertelden ze nou mijn verhaal, stelden die mensen gerust dat het met mijn broer en mij wel goed gegaan was. En toen kwam eigenlijk mijn andere broer op het idee, die zelf geen hemofilie heeft, die zei van nou, je bent toch klaar met je eerste boek. Schrijf hier eens een boekje over. En zo is het idee eigenlijk gekomen. En ik heb dat toen ingestuurd toen ik in Factor las. Ja, we hebben toen een oproep gedaan inderdaad, ja, onder leden. Ja, of er precies, ideeën waren of initiatieven. En ja, daar heb je toen op gereageerd, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Daar heb ik toen op gereageerd. Ja, ik heb toen het idee een beetje aangepast. En toen dacht ik, nou, dat is misschien wel leuk om iets te doen. Zo is het gekomen. Oké. En een boek schrijven is natuurlijk een heel proces. En je zei net al even dat je al eerder een boek hebt geschreven. Dus het is voor jou geen onbekend proces, hè, het schrijven van een boek? Nee, niet helemaal. Nee. Ik heb altijd wel geschreven, ook voor mijn werk. Maar dat is toch weer anders. En toen ik met pensioen ging, een aantal jaren geleden, toen heb ik een boek geschreven over de wijk waarin ik woon. Dat is een dorpje ten noorden van Rotterdam. En daar heb ik een boek geschreven over. Die is in de jaren 20, 30 is die wijk in één keer gebouwd. En daar heb ik toen een boek over geschreven. Oké. En als we nu kijken naar het boek voor het jubileum. Hoe lang heb je over dat boek gedaan om het te schrijven? Want ik kan me voorstellen dat het best wel veel tijd vraagt. Ja, dat gaat niet zomaar. Schrijven is hard werken. Ja, precies. Ik heb er ongeveer een jaar over gedaan. Oké. En de ene keer dan ben je er meer tijd mee kwijt dan de andere keer. Maar zo over het algemeen heb ik, ja, ik kan zeggen dat ik een jaar over geschreven heb. Oké. En heb je het boek met een bepaald doel geschreven? Wat is de gedachte erachter? Ja, laten we het dan hebben over toen ik dat idee heb aangepast. Wat ik graag wilde is dat ik de psychosociale gevolgen van hemofilie wilde koppelen aan de ontwikkeling van, zeg maar, de medische ontwikkeling. Ik dacht, nou, dat is 50 jaar. Dus in die 50 jaar van het bestaan van de NVAP is er ontzettend veel gebeurd en heel veel veranderd. En dat wilde ik eigenlijk graag doen. Dus met name de veranderingen van de. Wat betekenen nou de veranderingen van de hemofiliebehandeling voor mensen zelf, voor het persoonlijk leven en ook voor. Voor de familie. En dat bedoelde ik eigenlijk dat. Voor wie het boek bedoelt, in eerste instantie was het eigenlijk bedoeld voor mensen die niks van hemofilie afweten, die de geschiedenis niet kennen. Ik dacht, nou, dat was eigenlijk de bedoeling. Voor echte buitenstaanders. Kant, ja, voor buitenstaanders. En zo van Lieveleek kwam natuurlijk ook al vrij snel het idee van, nou, als het toch over de historie gaat, is het misschien wel ook wel leuk om het zodanig te beschrijven dat je die historie zo echt kan zien. En met name, ja, dan moet ik denken, ik zit even te denken, de aanleiding eigenlijk was dat in HIN, hemofilie in Nederland onderzoeken, hè, die zijn 5 keer, zijn die tot of 6 keer zijn die eigenlijk gedaan. Hè. En de laatste is aan het begin van deze eeuw uitgekomen. In 5 was dat. En daar stonden 2 conclusies in.
dat was de eerste conclusie, is dat het leven van, ik zal even kijken, het leven van hemofiliepatiënten van een horizontaal leven, dus van veel bedrust en geïsoleerd zijn, veranderd is naar een verticale wereld met actief leven en maatschappelijke betrokkenheid. Dat was eigenlijk een van de twee conclusies van HIN 5. En toen dacht ik van ja, het zou eigenlijk wel leuk zijn om nou eens te beschrijven van hoe heeft die transformatie nou plaatsgevonden. Want het is natuurlijk een groot verschil. Ja, in korte tijd natuurlijk, als je dat zo bekijkt. Ja, betrekkelijk korte tijd. 1964 ja. is de eerste stolling op de markt gekomen, laat het zo maar even populair zeggen. En sindsdien is er natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Dus er zit eigenlijk ook echt wel een positieve boodschap achter het verhaal wat je hebt geschreven. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Het leven is natuurlijk totaal veranderd in die zin, als je het even dramatisch wil zeggen. Van ja, toch heel veel bloedingen hebben. En heb ik het met name over de mensen met ernstige hemofilie. Ja, waar je vaak inactief was. Waar ik ook veel pijn had. En ja, daardoor een heleboel dingen miste. Naar een leven, ja, waar je van kan zeggen van het is wel eigenlijk een vrij normaal leven. Als je 3 keer in de week prikt of om de andere dag. Spontane bloedingen komen niet meer voor. En als je zo'n bloeding hebt, dan is die zo verdwenen. Okay. Dus het is een totaal ander leven. Okay. Dat wilde ik benadrukken. Ja, precies. Dat zo veranderd is. Ja, ja, ja. Klopt. En je hebt het in het boek niet alleen over de ernstige hemofiliepatiënt, maar je hebt er ook bewust voor gekozen om het verhaal van naasten, van partners, maar ook van draagsters te vertellen. Kan je vertellen waarom je dat hebt gedaan? Ja, het is natuurlijk een aandoening, laat het zomaar even noemen, die niet alleen voor die hemofiliepatiënt, voor die man, een impact heeft. Groter of kleiner, hè? Dat hangt een beetje vanaf van de geschiedenis en van de aard die je hebt. Maar het is natuurlijk ook een erfelijke aandoening. 9 van de 10 keer krijg je het van je moeder. En dat betekent toch iets voor in gezinnen en in families. En dat betekent ook iets voor die moeders, de draagsters die moeder zijn geworden, laat het zo maar even noemen. En ik heb dat gezien, mijn moeder was natuurlijk draagster, mijn overgrootmoeder, die heb ik al niet gekend, maar mijn moeder natuurlijk wel. Mijn zus was draagster, en mijn dochter was draagster. Mijn 2 nichtjes, de dochters van mijn broer, zijn draagster. En die hebben allemaal in een andere fase kinderen gekregen. Dus dat betekent ook iets voor hun. Okay. Dan heb ik ook nog twee familieleden met een verminderde stolling. Dus je hebt dat familieverhaal en die individuele verhalen eigenlijk echt gebruikt als leidraad in het boek, hè? Ja, ja. Het verhaal van mijn familie is op zich natuurlijk niet zo belangrijk. Maar ja, als je het over psychosociale gevolgen hebt van hemofilie, waar we het net over hadden, dan heb je natuurlijk verhalen van mensen nodig. En toen dacht ik van ja, ik kan hier bij allerlei vreemde mensen gaan halen en gaan interviewen. Ik kan natuurlijk net zo goed, mijn familie die is vrij groot en die ken ik allemaal vrij goed en wij hebben het er regelmatig over. En dan als ik die nou bevraag, dan kan ik zo'n hele familie beschrijven. En dan kan je ook de zichtbare en onzichtbare zaken die met hemofilie te maken hebben, kan je natuurlijk allemaal aan bod laten komen. En waarom ik partners heb, ja, het betekent natuurlijk ook iets voor een partner. Ja, zeker. Daar heeft het natuurlijk ook een impact op. Ja, of dat dan mijn nichtjes zijn die recentelijk kinderen hebben gekregen. En dat met een omweg hebben gedaan. Want bij hun kinderen hebben geen van alle hemofilie. Of dat voor mijn vrouw was het voor mijn schoonzus. Het heeft voor partners heeft het natuurlijk toch een bepaalde betekenis ook. Dus ik wilde eigenlijk al die verschillende invalshoeken in dat boek mee te nemen. Okay. Het was wel een hele tour, maar ik hoop dat gelukt is. Nou, ik heb het boek alvast mogen lezen en ik vind het heel erg geslaagd in ieder geval. Zeker. Oké, nou ja. Dankjewel. En ik hoop dat meerdere mensen het leuk zullen vinden. En vooral nogmaals niet zozeer om mijn verhaal of ons verhaal te lezen, ons familieverhaal, maar meer, ja, ik hoop ook dat het verhaal van de ander is, van iedereen is. En dat mensen zich daarin herkennen. Ja, voor een stukje herkenbaarheid natuurlijk ook, hè? Ja. 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 Okay. En voor de mensen die het nog niet zo goed kennen, dat het ja,
bepaalde informatie geeft die ook niet alleen kommer en kwel laat zien, maar ook hoopvol is. Ja, en daarmee kan het natuurlijk ook heel interessant zijn voor mensen die bijvoorbeeld net de diagnose hebben gehad of die iemand kennen met hemofilie, maar er eigenlijk niet zoveel van af weten. Ja, nee, precies. Ja. Ja, precies. En kan jij misschien al een klein tipje van de sluier geven over de inhoud van het boek? We hebben het er natuurlijk al kort over gehad. Ja. Maar wat zijn nou een beetje de highlights uit het boek? Elk hoofdstuk, het zijn 12 hoofdstukjes. En dan volg ik min of meer de historie. Met een leven zonder behandeling, een leven met stollingsfactoren waarvan we achteraf zeggen van goh, dat is wel erg primitief geweest als je er nu naar kijkt. En een leven met de recombinante stollingsfactoren die er nu zijn en die je eigenlijk een heel normaal leven krijgen. En ik heb ook een blik op de toekomst geworpen. Dat zijn zo zeg maar de lijnen van die 12 hoofdstukjes. En elk hoofdstuk is ingedeeld in tweeën. Dus het eerste deel geeft een kort overzicht van de medische geschiedenis en de ontwikkeling daarbinnen. En het tweede deel van zo'n hoofdstuk is wat uitgebreider en gaat over de persoonlijke betekenis van de ontwikkeling van hemofilie en draagsters. Ja, het sociale leven, het gezinsleven, het familieleven, maar ook wat betekent het voor buitenstaanders of relatieve buitenstaanders. Er komen ook nog twee vrienden, een vriend van mijn broer en een vriend van mij komt aan het woord. Het zijn natuurlijk relatieve buitenstaanders. Het is natuurlijk ook een ziekte waar je aan de buitenkant eigenlijk niks ziet. En hoe kijken die mensen daar nou tegenaan? Dus daar gaat eigenlijk het boek over. Oké, en je noemde het net al even, de eerste fase, hè, waarin de eerste behandeling voor hemofilie kwam. Ja. Die periode heb jij ook meegemaakt als hemofilie A-patiënt. Zeker. Hoe was die periode voor jou zelf? Die periode in de jaren 80? Ja. Ja, voor mijzelf was dat een stressvolle tijd. Oké. Okay. Want ja, je hoorde al van hepatitis, dat de kans daar. Toen hoorde je van vrij snel al, zou begin 80 geweest zijn, over de HIV, die toen nog geen HIV heette, en AIDS, wat nog geen AIDS heette, maar een rare ziekte in Amerika, die ook al vrij snel bij hemofiliepatiënten voorkwam. Dat was wel even schrikken natuurlijk. Dus van ja, ben ik dan besmet of niet? En, ik had geen flauw idee. Het leek ook wel een beetje, maar dan eigenlijk nog wat erger op deze coronatijd. Die corona was natuurlijk ook iedereen was bang. En er gingen hartstikke veel mensen dood. Dat was toen ook. Je wist niet wat het was. En, dus dat was een hele nare tijd. Van veel verdriet en boosheid, denk ik ook nog wel. Maar ja, goed. Ja, je kan ik me voorstellen. Ja. Ja, of eigenlijk niet zelfs. Ik kan het me niet voorstellen. Nee, gelukkig. Nee, ik hoop ook niet dat het ooit nog eens een keer voorkomt. Nee, wat dat betreft zijn we natuurlijk wel ver vooruit gegaan. Als we dan kijken naar die medische ontwikkeling. Absoluut. Ja. Maar ja, goed. Ik zeg al, je moet het doorleven. En voor de ene is dat makkelijker dan de ander. En je moet ook doorgaan met je leven. Dus je vergeet een periode niet. Dat is wel wat je denk ik ook wel vaak ziet bij oudere hemofiliepatiënten. Dat is natuurlijk een tijd die een geweldige impact heeft gehad. Niet alleen voor personen, maar ook voor gezinnen natuurlijk. Van mensen die overleden zijn. En, dat hoor je nog wel eens. Dat hoor je nog wel eens. En soms merk ik ook wel dat nieuwe jongere mensen en ook jongere behandelaren dat eigenlijk helemaal niet meer weten. En dat mensen daar ook een beetje raar op aangekeken worden. En dat is natuurlijk wel, dat is ook wel jammer. Ik hoop ook dat want die doelgroep vergeet ik ook nog. Ik hoop, ik weet niet, alle leden krijgen dat boek natuurlijk, maar ik hoop dat er ook wat meerdere exemplaren zijn voor allerlei behandelaren in de hemofiliebehandelcentra die eromheen zwerven. Ik denk ook dat het goed is dat jonge mensen, jonge behandelaren, van welke vorm dan ook, daar iets van afweten. En dan kunnen ze zien waarom die oude hemofiliepatiënten soms niet altijd de makkelijkste zijn, denk ik. En nog wel terughoudend zijn in het aangaan van, of
het gebruiken van nieuwe medicatie. Want God, je weet maar nooit. Ja, en op die manier kunnen ze zich naar aanleiding van het boek toch inleven in die periode. Ja, want je schrijft in het voorwoord ook dat je hoopt dat jongeren het boek ook gaan lezen. Zeker. En is dat dan voornamelijk vanwege die periode of is dat breder? Nee, dat is breder. Die periode, dat is voor die jongeren niet zo interessant, denk ik. En ach, je moet er ook niet te veel nadruk op leggen, vind ik. Het is een aspect wat geweest is. En, nee, waarom ik hoop dat jongeren het lezen, is dat ze gewoon kunnen zien dat het krijgen of het gebruiken van een stollingsproduct zoals dat er nu is en misschien straks ook er nog aankomt, dat dat eigenlijk een voorrecht is en dat je daar gebruik van moet maken en niet dat het niet een last is. En ik hoop ze ook mee te geven, dat is een beetje het hele verhaal, maar dat is misschien iets van mijn familie. Neem het heft in eigen hand. Zorg dat je de architect van je eigen leven bent en ga daar niet tegen vechten. Dat heeft geen zin. En realiseer je dat we in Nederland die mogelijkheid hebben om zo'n goede behandeling te krijgen. Want dat is niet in alle landen is dat aanwezig. Het is misschien een oude opa verhaal, maar ja, daar ben ik nou helemaal anders dan. Daarom hoop ik dat ze het lezen. Ik denk dat het een hele mooie en hele belangrijke boodschap is. Dus zeker geen opa verhaal. Je bent zelf al jaren lid van de NVAP. Wat heeft de vereniging in al die jaren nou voor jou betekend? Nou ja, ik heb het ook in het boek geschreven. Maar dat is meer een achteraf realisatie, denk ik. Ik ben natuurlijk lid geworden via mijn ouders al. Dat is al 50 jaar geleden. En ik ben er toch gebleven. En toen kwam heel snel de HIN 1, kwam, de eerste enquête, kwam om te kijken. En dat vond ik eigenlijk wel verdomd interessant. En ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik ging doen. En vandaar dat ik ook in die sociale hoek terecht gekomen ben. Ik vond het altijd wel interessant om te weten. En ik voelde me ook wel vertegenwoordigd door de NVAP. De belangenwaardering naar de overheid. Dat was natuurlijk ook in de jaren 70. Verzekeringsorganisaties die hebben natuurlijk ook nog wel eens wat met de NVMW te maken gehad. En ook stollingsfabrikanten. In die moeilijke periode waar we het net over hadden, is ook via de ombudsman nog wel eens het een en ander gedaan. Dus dat is ook wel belangrijk, denk ik. En het is ook altijd een belangrijke overlegpartner geweest met de hemofiliebehandelaren. Dat vond ik ook altijd wel goed. En het tweede aspect waarom ik altijd, ja, is dat de informatie die je altijd van de NVMW hebt gekregen door de jaren heen, ja, dat belangrijk is. Die moet je gewoon volgen. Als je weet wat er aan de hand is, als je weet wat er speelt, dan kan je ook zoveel mogelijk de regisseur van je eigen leven zijn. Ja, precies. Ik ben nooit zo'n gezelligheidsmens geweest. Ik heb me nooit gedacht van, goh, ik ga eens in een groepje praten of in een kamp mee of weet ik van wat. Ik heb een vrij grote familie. Dus eigenlijk met name is het die vertegenwoordiging geweest en die informatie. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden geweest. Okay. Ook, straks 50 jaar ik ben van de NVAP. Okay. Ja, misschien krijgen we nog een gouden speldje of zo, weet je wel. Ja. En dan nu als gift, ja, heb je jouw boek aangeboden voor het 50-jarig jubileum van de vereniging. Precies, ja, dat klopt, ja. Okay. Oh, dat heb ik ook opgeschreven, geloof ik, hè? Ja, dat stond klopt. Er ook in. Ja. Henk, heb jij zelf nog iets waarvan je denkt, dat vind ik nog belangrijk om te melden? Of daar wil ik graag mee afsluiten? Ja, ik had eigenlijk een paar dingen bedacht. Maar als het geen opa-verhalen zijn, zou ik eigenlijk tegen jonge ouders willen zeggen van, hou je hoofd koel, het komt goed. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is en het levert ontzettend veel stress op in het begin. Maar het komt allemaal wel goed. En tegen jonge hemofiliepatiënten zou ik willen zeggen, nou, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Accepteer je aandoening, hij verdwijnt ook niet. Vechten heeft geen zin. Het is maar één aspect van je leven, dat is belangrijk. Ik heb ook nog wel eens gezien dat hemofilie een soort allesomvattend iets voor mensen is. Dat moet je niet doen. Er zijn nog veel meer aspecten die bepalen wie je bent. En tegen draagster zou ik willen zeggen van, ik hoop dat je gebruik kan maken van alle mogelijkheden die er op dit moment zijn. Als je besluit dat je geen kind wil hebben met hemofilie, maar toch wel kinderen wil hebben, mogelijkheden zijn. Ik hoop dat je er gebruik van kan maken. En ik hoop dat het goed gaat met iedereen en met de NVMW. En dat je 100 jaar goed. Nou, dat is... En wij allemaal ook.
Ja, zeker. Dat is een mooie boodschap. Dan gaan we daarmee afsluiten. Wil ik jou heel erg bedanken, Henk. Ja, dankjewel voor het gesprek. Je luisterde naar een podcast van de NVAP in het kader van het 50-jarig bestaan van de vereniging. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website. In de volgende aflevering gaan we in gesprek met bestuurslid Manon Degenaar. We nemen in april afscheid van haar als bestuurslid en blikken samen terug op de afgelopen jaren. Manon is zelf een Willebrand-patiënt en merkt dat vrouwen met een stollingstoornis niet altijd herkend en erkend worden.